Ja, vrienden, ik heb het bij de hand, hoor. Ja. Maak je geen zorgen. Ja, maar jullie schrijven aan mij, Harry. Je zet toch wel je muts op, hè? Want die brengt geluk. Ja. Tuurlijk zet ik mijn muts op. Tuurlijk. La Ecuador, hè? Ja, Ecuador. Gevaarlijker dan jullie denken, hoor. Hey, dus ik ga hem zeker opzetten. Maar ik wou het eerst eens even hebben over Marco van Basten, vrienden. Want ja, als je nou toch kijkt naar de hele carrière van Marco van Basten en hoe dat allemaal gegaan is en verlopen is, dan is dat toch een beetje Garmisch-Partenkirchen. Gewoon zo steil naar beneden, schans springen. Dat is er aan de hand met onze Marco. Want de Marco, weten we nog, toen Marco stopte met voetballen, toen was Marco gewoon een mythe, vrienden. Ja, ik zal dat woord maar toch maar moeten gebruiken. Nou, hij was al een legende. Ik bedoel, hij werd ook genoemd niks anders dan San Marco. Hij was heilig verklaard. Dat was het met Marco van Basten. En toen, hij was gestopt en toen ging hij trainer worden. Nou, toen ging hij naar Ajax en toen ging dat niet goed bij Ajax. Hé, hey vrienden, wat gebeurde er toen? Ik zie nog die gozer staan daar. Hij ging op weg naar de kleedkamer en die gozer die stond daar boven. En die schreeuwde naar hem: pannenkoek! En ineens was het van San Marco, was het pannenkoek geworden. En vanaf dat moment ging het ook helemaal mis. En ineens kon hij dat trainersvak ook niet meer aan. Onze Marco, hè, alles eromheen. Het was hem allemaal veel te veel en hij sliep niet meer. En het was gedaan met zijn carrière als trainer. Nou, dat vonden we al niet zo sterk van de San Marco natuurlijk. Nou, en daarna ging Marco analyseren. En wat blijkt nou, vrienden? Ook dat analyseren, dat is niet weggelegd voor de Marco, want de mensen zien gewoon dat hij het gewoon niet meer volgt. Nee, dat hebben we door allemaal. Ja, Marco kijkt het voetbal niet meer. Hij volgt het niet meer. Hij kent de spelers niet. Hij weet niet meer precies hoe de tactisch allemaal in elkaar steekt. En Marco die zit daar nog op zijn naam. Zit hij daar zogenaamd nog een beetje analyse te geven. En hij weet het allemaal niet zo goed. En dat zie je ook. Wat gebeurt er dan? Dan krijgt hij bijvoorbeeld een vraag over een speler. En ze zeggen: Marco, wat vind jij van die en die? En je ziet de paniek in zijn ogen. Je ziet hem denken: oh, maar daar weet ik helemaal niks van. Geen details. Laat mij nou gewoon een beetje algemeenheden iets over voetbal zeggen en klaar, weet je wel. Dus ook als analyticus is het dus niks met de Marco. Dus wat blijkt nou gewoon? Eigenlijk is er maar één ding wat de Marco goed kon. En dat is voetballen. Punt. En daarna is het helemaal niks met de Marco. Ja, en dat zien we allemaal bij de NOS. En dan kom ik op, vrienden, ga niet naar de NOS kijken. Mede om die reden, kijk naar de Belg. Betere commentatoren en betere analyses. Dus ga gewoon. Het is soms op België 1 en op Canvas, dan moet je even gaan zoeken. Canvas op België 1 en ik ga je zeggen, vrienden, je gaat je veel minder ergeren. Ja, je stoort je niet meer aan het commentaar, want het is veel leuker en enthousiaster bij de Belg. En ook de analyses zijn beter. Dus, hey, allemaal naar België. En nu ga ik dan gewoon doen wat ik al beloofd heb. Dan gaat hij, hup, zodat we geen zorgen hebben voor tegen Ecuador. Vrienden, hij zit erop. Ik heb er zin in. En we gaan ze pakken. Ja!